Ik neem jullie vanavond even mee naar een van mijn grootste helden, namelijk Spinvis. Dat is een Nederlandse muzikant en best wel een aparte vogel, een poëet. Hij schildert met muziek, zoals mijn vader dat zou zeggen. En dat begint al over 3 kwartier, net 5 minuten geleden bedacht om te gaan. Het is wel een mooi verhaal, want Spinvis, dat was de eerste persoon die ik interviewde voor Kwetsbare Held. Een kwetsbare held, zeg je. Ja, klopt. Het vergt wel moed om kwetsbaar te zijn, ja. Mijn ouders die namen mij mee naar een concert waar hij optrad in een kerkje ergens in Amsterdam-Noord. En ik was vastberaden om hem voor de camera te trekken. En in de pauze, toen zat hij daar ergens achterin in die kerk, daar waar het koor normaal zit, daarboven. Met zo'n stenen wenteltrap naar boven. En daarvoor zat zo'n deur die op een kiertje stond. En toen ben ik daar zo heel rustig doorheen gesneakt en op zijn deur geklopt. En eigenlijk gewoon binnengestapt en gezegd, Spinvis, ik wil weten wie jij bent. Ik ben Wout van Kwetsbare Held. En toen zei hij ja, toen mocht ik hem 10 minuten op het podium mocht ik hem interviewen. Dus dat was wel cool. Ik heb net van de beveiligingsman te horen gekregen dat ik niet mag filmen in de zaal. Dus de beelden zullen zijn met mijn telefoon. Dat mag dan weer wel. Hij praat maar door, maar jij draait af. Dus je weet niet wie de wedstrijd wint als je luistert naar de bom. Als je luistert naar de wind. Je agenda en je zonnet. Eigenlijk heb ik gelijk van dat interview heel veel geleerd. De grootste struikelblok of de grootste hindernis, dat ben je zelf. Ja? Daar moet je overheen zien te komen. De angst dus eigenlijk. Angst, faalangst of twijfel. Dat is normaal, de twijfel blijft altijd. Die zit naast je zo, dus de twijfel die zit er altijd. Is die minder geworden bij jou dan bij jou? Nee, die wordt nooit minder. Nee? Maar je kunt wel op een gegeven moment accepteren dat hij daar altijd is. En op die manier ermee omgaan, als een soort vriend. Dus voortaan ben ik heel vaak, op het moment dat ik bang was om iets te doen, dan dacht ik aan die angst op mijn schouder en dan deed ik er figuurlijk een arm, sloeg ik eromheen en dan ging ik op mijn doel af. Dus dat was wel een mooie les.